Hallo, ik ga jullie voordoen hoe ik deze mooie omslagdoek heb gemaakt. Nou, de bolgaren die zagen jullie net in de afbeelding. Daar is dit het mooie effect van het verlopen garen. Nou, ik ga voordoen hoe ik dit leuke mooie patroon erin heb gekregen met deze mooie rand. Ik heb het gehaakt met die bolgaren die je net in beeld zag. Dat is dit garen. Het is van 50% katoen en 50% acryl. Het is een bol van 250 gram en er zit 1000 meter garen op. Dus als je 1000 meter garen hebt, dan kan je deze hele omslagdoek eruit halen. Nou, het label geeft aan naald 3 of 4 mm. Ik heb hem helemaal gehaakt op 4 mm. Nou, door het mooie verlopen garen dan krijg je dit mooie effect erin. Met een mooie sierrand eraan die helemaal mooi doorloopt tot in de punt. Nou, dan gaan we beginnen. Ik ga hem even voordoen met een ander garen. Even deze. Dit mooie verloopgaren, zo'n bol heb ik niet meer. Dus ik ga hem even voordoen met dit garen. Nou, gaan we beginnen. Ik merk wel dat dit garen even een klein beetje dikker is dan het andere garen. Maar om voor te doen maakt dat niet zoveel uit. Nou, gaan we beginnen met een lusje. En dan haken we een kettingje van 4 steken. Dus 1, 2, 3, 4. En dan steken we in de eerste steek. En daar zetten we hem vast met een halve vaste. Dus door het eerste steekje heen en dan door alle twee de steken. En dan heb je 4 steken en heb je een rondje gehaakt. Nou, dan beginnen we met 3 lossen en die telt als eerste stokje. Dus 1, 2, 3. Ik zal een klein beetje inzoomen nog. Zo. En dan gaan we omslaan. En dan moet je even kijken. Die 4 steken die je net had, die hebben we in het rond gedaan. Dan moet je even het midden van opzoeken. En daar gaan we doorheen steken. Dus niet insteken, maar gewoon door het midden van die 4 steken die in het rond zijn. Dus omslaan, door het midden heen steken, lus ophalen, door 2 en door 2 en dan heb je je stokje. En dat gaan we 3 keer doen. Dus gewoon door het midden. Twee. En nog 1 keer is 3. Nou, dan heb je 3 stokjes en dat kettingje. Dat kettingje telt als eerste stokje. Dus je hebt nou dan 4 stokjes. Dan gaan we 2 lossen doen. En dan gaan we aan deze kant ook nog 4 stokjes haken. Dus weer omslaan en dan nog 4 stokjes. Door 2, door 2. Dus 1, 2, 3 en nog eentje. En dan heb je aan deze kant ook 4. En dan kan je al zien dat het al een beetje een vorm krijgt van een driehoekje. Nou, dan gaan we ons werk omdraaien. Dan beginnen we weer met een kettingje van 3, die telt weer als eerste stokje. Nou, omdat we een driehoek gaan maken en je natuurlijk wil dat het een mooie driehoek wordt en je dus moet meerdere, gaan we hier gelijk in het eerste stokje, dat is het laatste stokje van de vorige toer, dus dan haak je een kettingje op en dan ga je omslaan en dan ga je gelijk in dat eerste veetje, die boven dat eerste stokje zit, ga je insteken. Dan maken we 2 stokjes. 1, omslaan, nog een keer door hetzelfde veetje, door 2 en door 2. Dus je krijgt het kettingje en 2 stokjes bovenop dat eerste stokje onder dat veetje door. Nou, dan hebben we hier nog 3 stokjes, dus je hebt nog 1, 2, 3 veetjes en dan krijg je dat kettingje. Dus onder deze 3 veetjes door
Bovenop die drie stokjes gaan we ook nog drie stokjes haken. Dus omslaan. Dus je steekt onder dat V'tje door. Twee steken op je haaknaald. Twee lusjes. Lus ophalen. Door twee. En door twee. Nou, en dat bij alle drie. En dan komen we bij dat kettingje. Nou, onder dat kettingje door gaan we twee stokjes haken. Dus dan ga je gewoon weer door de opening onder het kettingje door. Daar doen we ook twee. En dan weer twee lossen. En dit blijft elke keer hetzelfde. En dan aan deze kant doe je precies hetzelfde. Dus eerst twee stokjes. Nou, als je deze kant op haakt, dan moet je er even goed om denken dat je goed kijkt waar die eerste steek zit van die drie. Deze drie stokjes. Dus bovenop het stokje, onder dat V'tje door. Stokje haken. En dan 3 en dan komen we uit bij dat kettingje waar we mee begonnen zijn. Nou, hier heb je dat kettingje. Dan heb je 1, 2, 3 steken. Deze 3. En dan ga je onder, steek je in dat laatste steek van dat kettingje. Daar ga je in steken. Nou, daar gaan we 3 stokjes op haken. En aan de andere kant hebben we daar het kettingje en 2 stokjes. En hier gaan we daar 3 stokjes in haken. Elke keer in diezelfde steek. 2 en nog eentje. En dan heb je de 3. Nou, dit herhaalt zich tijdens de hele omslagdoek. Dus elke keer als je begint, dus nu dan begin je weer, begin je elke keer met 3 lossen. Je gaat omslaan op dat eerste stokje elke keer 2 stokjes. Dan op elk stokje die je tegenkomt, haak je een stokje. Dus dat worden er elke toer steeds meer. Want je meerdert. Dus elk stokje die je tegenkomt onder het V'tje door. Haak je een stokje. Dan ben je weer bij dat kettingje van 2. En daar gaan we weer 2 stokjes doen onder dat kettingje door. Dan weer 2 lossen. In de punt blijft dit elke keer hetzelfde. Dus nou 2 lossen. En dan weer 2 stokjes net als de andere kant. En dan weer elk stokje die je tegenkomt, haak je weer een stokje. Dus beide kanten, de aantallen van de stokjes blijven altijd hetzelfde. En hier dan weer op het eind, dan kom je weer bij dat kettingje uit. Die is wat lastiger om even in te steken. Maar vergeet die niet, want op dat kettingje, daar moeten die 3 stokjes bij elkaar. Dus je gaat eerst de V'tjes bij langs. Je kunt ze ook elke keer even tellen dat je aan beide kanten gelijk aantal stokjes hebt. En nou kom je weer bij dat kettingje uit. En dan ga je weer in de bovenste steek insteken.
om dat stokje. En daar doe je 3 stokjes op. Dus 1. Dat allemaal in hetzelfde steekje. 2 en nog 1. En dan krijg je dat driehoekje. Nou, dan gaan we doorhaken. En nou moeten we 6 van deze toeren hebben. Die kan je heel makkelijk tellen. Dat kettingje tellen we niet mee. Dus nou hebben we 1. Dus als je eigenlijk die boogjes bij die openingen 1, 2... 3 telt, dan weet je dat we nou 3 toeren met stokjes hebben gedaan. En we moeten er 6 doen. Dus ik haak nou even 3 verder. Dus 6 toeren. En dan gaan we beginnen zo met het patroon erin. Je hebt hier nu aan beide kanten 24 stokjes. Hier 24 en aan deze kant 24. Controleer dat even goed dat je... En aan beide kanten evenveel aantal steken hebt, dat je niet per ongeluk 1 hebt overgeslagen, want dan kom je straks met je patroon niet uit. Dus tel even je stokjes, 24 stokjes aan elke kant. Nou, ik heb de doek hier liggen. Dan gaan we nu beginnen met dit erin te haken. Dit puntje, die hebben we nou. Dus dit zijn die 24 steken. En dan gaan we nou beginnen met deze. Nou, ik heb even markeertjes gebruikt. Die ga ik er zo even inzetten. Ik ga eerst even vertellen van hoe je het beste kan kijken dat je goed zit. We meerderen elke keer hier en in de punt. Dus hier komen elke keer 2 bij en aan deze kant ook. Nou, dit komt precies in het midden te zitten. Dus de aantal steken die je hier hebt vanuit de punt naar het patroon toe of van de zijkant naar het doek naar het patroon toe is altijd hetzelfde. Dus controleer altijd dat je hier deze aantal steken ook hier hebt zitten. Dan weet je dat je altijd goed zit. Dus controleer dat af en toe even, dat je niet de fout in gaat. Deze steken voor het patroon en achter het patroon, dus in de punt en aan de zijkant, zijn altijd hetzelfde aantal. Hiertussen ook, van deze naar deze, waar die op zit, zit hieronder altijd 12 tussen. Dan ga je terug naar 10. Even zien hoor, 12, naar 8, naar 6, naar 4, naar 2. En dan loopt dat weer zo uit. Maar dat gaat vanzelf door het patroon. Maar wat je wel in de gaten moet houden, dat deze kant hetzelfde aantal steken heeft aan deze kant. Nou, gaan we nou deze punten even markeren waar het patroon begint. Nou, ik ga het even aangeven met markeertjes. En dan ga je je stokjes stellen. En vanuit de punt... ga je 1, 2, 3, 4, 5, 6e stokje. Dus dat veetje, boven dat 6e stokje, daar ga je een markeertje in zetten. 'Tzelfde ga je doen aan deze kant. Dus dit is vanuit de punt, dit vanuit de zijkant van je doek. Dan ga je ook 1, 2, 3, 4, 5, 6 stokje. 6e stokje, daar ga je een markeerder op zetten. Nou, en om dan nog even goed te controleren, moeten hier 12 tussen zitten. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deze zit boven dat stokje. Dus je hebt hier 6, 12 tussen de markeerders en hier weer 6. Nou, dat ga je ook aan de andere kant doen. Hier weer 6 tellen, dat... kettingje meetellen, want die telt een stokje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus boven die 6e. Daar zet je je markeren. En vanaf de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar je markeren. En dan nog even kijken. Hier zit hij boven. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stokjes ertussen. We beginnen weer met een kettingje van 3.
Dus net wat je anders ook doet. Omslaan. Boven het eerste stokje weer twee stokjes. Volgende stokje, stokje. En dan voordat je bij de markeerder bent, die twee ervoor, die haak je niet. Dus deze twee steken, twee stokjes, vlak voor de markeerder, die twee veetjes, daar gaan we niet onderdoor. Dus je haakt 1, 2, 3, 4, 5 stokjes. Dus 5 stokjes, dan gaan we twee keer omslaan. We gaan dubbele stokjes haken en die steek je in daar waar je markeren zit. Lus ophalen, dan door 2. Weer door 2 en door de laatste 2. Dan heb je een dubbel stokje. Nou, dan kan je je markeren eruit halen. En dan gaan we nog 6 dubbele stokjes in diezelfde steek haken. Dus 2 keer omslaan. In diezelfde steek, lus ophalen. Door 2 en weer door 2. Zodat we 7 van die dubbele stokjes krijgen. Twee, drie, vier, vijf. Twee keer omslaan. Doorheen. Door twee. Door twee. Twee. En nog één keer. En dan heb je 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer een dubbel stokje. Nou, dan gaan we hieronder ook twee steken overslaan, net als deze kant. En dan gaan we gewone stokjes weer haken. Dan slaan we één keer om. Sla twee steken over en dan naar de volgende. En dan haak je 1. 2. 3. 5, 6, 7, 8 stokjes. En dan ben je weer voor je markeren. En dan sla je dus 2 steken over. Deze zit in die. Dan ga je weer 2 keer omslaan en dan in die steek waar je markeerder zit, ga je weer dat extra lange stokje haken. Je hebt dus 4 steken op je haaknaald en dan elke keer doorhalen tot 2, totdat je 1 steek op je naald hebt. Haal je markeerder eruit en dan ga je zorgen dat je 7 van die stokjes hebt, dus we haken er nog 6 bij. 1, 2, nog het garen erbij, 4e stokje, 5, 6 en de laatste. 7 dubbele stokjes. Gaan we omslaan. Gaan we 2 overslaan. En dan in de derde weer een stokje. Nou, we zijn hiervoor net begonnen met 1, 2, 3, 4, 5. En wat ik al zei, de aantal die je hier hebt, die krijg je ook daar waar we nu zitten. Dus dit moet altijd hetzelfde zijn. Dus dit is 1, 2, 3 stokjes heb je hier nog over. En dan 2 onder dat kettingje door
En dan heb je je 5 stokjes. Dus dit aantal en dit aantal is altijd hetzelfde. De hele doek door. En dat dus ook aan deze kant. Nou, gaan we de andere kant doen. Doe je precies hetzelfde als die kant. 2 losse. 2 stokjes. Onder het kettingje door. En 3 op de stokjes. Zodat je 5 hebt. Eén. 2, 3 op de stokjes en 2 onder het kettingje. Dat zijn de 5. En dan hou je 2 losse over voor je markeerde. Die sla je over. 2 keer omslaan. En door de steek waar je markeerde zit. Nou, dan ga je hier dus nou ook 7 dubbele stokjes. Precies hetzelfde doen als aan deze kant. Nou, dan gaan we verder met de volgende toer. Beginnen we weer met 3 kettingjes. En 2 op het eerste stokje. Dit blijft al door hetzelfde. Dus dan hebben we er 3. Vier. 5, 6 en de laatste slaan we over. Dus je begint met 6 stokjes en dit laatste stokje die sla je over. 6 stokjes, dan boven dat stokje komt een losse. En dan ga je omslaan en dan ga je in de eerste van die 7 stokjes, in de eerste ga je een stokje haken. Dan weer 1 losse en dan in elk stokje een stokje met 1 losse ertussen. Dus gewoon boven onder het veetje door, bovenop het stokje. Stokje, 1 losse en dan weer de volgende. En dan boven alle 7 stokjes. Deze overslaan, 1 losse, stokje, boven elk stokje, met 1 losse ertussen. Dus dan gewoon weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes. Dan doe je weer 1 losse. Omslaan, ook hier slaan we 1 stokje over. En dan ga je naar de volgende. En dan haak je 6 stokjes. Dus 1. 2, 3, 4, 5 en de laatste 6. Dan heb je nog een stokje, die slaan we over. Weer 1 losse, omslaan en dan ga je bovenop het eerste stokje van die 7 weer een stokje haken. Met 1 losse ertussen. En weer een stokje. Dan is weer 7 stokjes met een losse ertussen. Een losse. Stokje. 1 losse en het laatste stokje. Nou, dan doen we weer 1 losse. En dan hier nog 6 stokjes. Daar zijn we ook mee begonnen. Dus die hebben we hier ook weer. Dus 2, 3. 4 boven de stokjes en dan nog die 2
onder het kettingje door. Dan zit je weer op die 6 stokjes. Dus onthoud dat goed, dat dat elke keer hetzelfde is. Dat je werk netjes recht blijft en in het midden. Nou, dan doe je hier aan deze kant weer 2 stokjes onder het kettingje door. En 4 boven de eerste 4 stokjes. Nou, ik ga elke keer even 1 kant voordoen. De andere kant is precies hetzelfde. Dus die haak ik zo even verder. Dus dit is de volgende toer. Gaan we verder met de volgende toer. We beginnen weer met 3 lossen. 2 stokjes bovenop het eerste stokje. Dat zijn de 3. 4. 5. 6 en nog eentje. 7. Dit laatste stokje slaan we weer over. En dan komen we bij die 7. Doen we nu 2 lossen. En dan gaan we, moet je even goed kijken. Dit is die eerste losse die tussen dat stokje en naar die eerste 7 ingaat. Die sla je over en dan ga je naar die eerste losse tussen die stokjes in van die 7. Daar maken we een vaste. Dus niet omslaan, gewoon onderdoor een lus ophalen. Dan heb je 2 lussen op je haaknaald. En dan ga je door alle 2. 3 lossen, kettingje van 3 en dan naar de volgende. Dus onder die ene losse door, vaste haken, kettingje van 3 en naar de volgende. Vaste haken, 1, 2, 3, volgende ene losse. Kettingje van 3, onder de volgende een vaste haken en weer een kettingje van 3. En dan ben je bij de laatste, dan moet je er ook goed om denken, oh, het begint te regenen, dat je niet onder deze doorgaat, dus alleen tussen die stokjes in. Dan heb je allemaal balkjes erop gehaakt. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5 balkjes. Dus let goed op dat je deze overslaat, dat je alleen die losse neemt die tussen die 7 stokjes in zit. En dan heb je 5 boogjes. Nou, als je dan bij de laatste bent, doe je weer 2 lossen. En daar zijn we aan de voorkant ook mee begonnen. Omslaan, het eerste stokje weer overslaan. En dan naar de volgende en dan haak je 4 stokjes. Dus 1, 2, 3, even wat garen. En de laatste, 4 stokjes er nu tussen. Dan weer 2 lossen. Dan ga je even goed kijken dat je die eerste lossen hebt tussen die stokjes in. Dus niet deze, maar deze. Daar haak je hem vast met een vaste. 3 lossen, dus 5 boogjes. Dus 1, 3 lossen. Dus 2, 4 een vaste, dus 3, 1, 2, 3, volgende is 4, dan weer 3 lossen en de laatste is 5. Dus ook hier 5 balkjes, 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat is boven die 7 steken. Dan weer 2 lossen. En dan zijn we net begonnen aan de voorkant met 7 stokjes. Dus we eindigen hier ook met 7. Je slaat de eerste weer over. Je gaat naar de tweede. En dan haak je 7 stokjes. 5 boven de stokjes. En 2 onder het kettingje door.
is 2, 3, 4 en de vijfde bovenop het stokje en dan nog 2 onder het kettingje door. En dan de 2 lossen. En dan aan de andere kant doe je precies hetzelfde. Gaan we verder naar de volgende toer. Drie stokjes. Drie lossen. 2 stokjes. Dus 3 stokjes als eerste. Dus is 3, 4, 5, 6, 7 en nog eentje, 8. Nou, die laatste die slaan we weer over. Doen we weer 2 lossen. En dan gaan we onder dat eerste kettingje door. Dus we hebben hier 5 kettingjes. Gaan we elke keer onder het kettingje door. Dus gewoon in de opening onder het kettingje doorsteken. Lusje ophalen. En door alle 2 een vaste haken. Dan 1, 2, kettingje van 3. Onder de volgende door. Vastzetten met een vaste. En weer 3 lossen. Drie lossen, vastzetten met een vaste onder het volgende kettingje. Drie lossen en vastzetten onder het laatste kettingje. En dan heb je 4 kettingjes er nu boven. Dan weer 2 lossen, omslaan, eerste stokje overslaan. Dus we hadden net 4, we slaan elke keer 1 over, dus nu alleen de 2 middelste. Dus nu maar 2 stokjes. Dus 1, 2 stokjes ertussen. Dan weer 2 lossen. Na het volgende kettingje gaan we weer 4 boogjes haken. Dus die vastzetten. En een vaste. 3 lossen. En onder de volgende door. 3 lossen. En dat 4 keer. Dan heb je 4 boogjes. Drie lossen. En onder de laatste. Dan weer 2 lossen. Dan slaan we het eerste stokje die we tegenkomen, slaan we weer over. En we zijn begonnen met 8. Dus we eindigen hier ook met 8. Eerste overslaan, na de tweede 6 boven de stokjes en dan 2 onder het kettingje door. Dus 2, 3, 4 en 5. En de laatste op het stokje is 6. En dan 2 onder het kettingje door. Dan heb je weer je 8 stokjes. Nou, en dan straks begin je natuurlijk weer met 2 onder het kettingje door en 6 op de stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sla je deze weer over. En aan deze kant ook 4 boogjes. Hetzelfde als aan deze kant. Nou, we hebben hier nu 4 boogjes. Maar nu gaan we dan terug naar 3 boogjes. En dan wordt dit dus wat smaller. Dus we hebben hier nou elke keer 1 overgeslagen. En nu gaan we hier weer elke keer eentje bij doen. Nou, we hebben hier nu 8 steken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meerdere hier 2. Dus dat wordt 10. En dan gaan we hier eentje extra doen. Dus we beginnen nu met 11 stokjes. En we haken ook eentje op deze eerste van dat kettingje van 2.
Dus we beginnen met het kettingje van 3. Die telt als eerste. 2 in de eerste, boven het eerste stokje. Dus heb je 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. En dan gaan we eentje weer meerdere. En dan gaan we eentje op het eerste steek van het kettingje doen. Nou, je hebt hier bovenop dat, ook dat veetje daarvan. Nou, daar kan je insteken. En daar haak je ook een stokje op. Dus dan begin je hier weer met 11 stokjes. 2 lossen. Nou, ik heb mijn draad om mijn werk. En dan weer onder dat eerste kettingje door. 3 lossen. Onder het volgende kettingje. 3 lossen. Volgende. 3 lossen. En onder de laatste. Hebben we nu deze 2 lossen en 1, 2, 3 boogjes nog over. Dan gaan we hier ook 2 lossen doen. En ook hier gaan we op dat kettingje van die 2, deze eerste, of de, nou ja, hier de laatste, dus de eerste voor die 2. En boven die 2 stokjes en deze eerste steek. Dus we gaan omslaan en dan onder dat kettingje, die tweede steek, daar ga je eentje op haken. 2 bovenste stokjes. 1, 2. En dan nog eentje in de eerste van het kettingje van 2. Dus dan heb je nu 4 steken weer tussenin zitten. Doen we weer 2 lossen. Onder dat eerste kettingje door. Vastzetten met een vaste. 3 lossen. Volgende. Nou, ga je weer 3 boogjes haken. 3 keer een kettingje. En de laatste. Dan weer 2 lossen. Nou, we hebben zo straks 11 steken of 11 stokjes gehaakt. Dat gaan we nu ook weer doen. Dus we pakken hier ook van het kettingje van 2 die voor het stokje zit. Daar gaan we eentje op haken. Dus je slaat die ene losse over. Je gaat naar die tweede losse. Daar doen we een stokje. Dus dat worden de 11 stokjes. Dit is 1. 2. 3, het garen, oh. 4, 5, 6, 7. 8 en 9e en dan nog 2 onder het kettingje door en dan heb je er weer 11 waar we ook mee begonnen zijn. Dus nog 2 onder het kettingje door, 10 en 11 en 2 lossen. Nou, hetzelfde weer aan de andere kant. Gaan we verder met de volgende toer. We hadden hier 11 stokjes, maar we meerdere hier weer 2
En hier gaan we weer een extra erbij doen op het kettingje. Dus we beginnen nou met 14 stokjes. Dit is het kettingje van 3. En 2 stokjes in de eerste steek. Dus 3. Vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. 11, 12 en de laatste op het stokje is 13. We moeten de 14 hebben, dus op het eerste steek van het kettingje haken we ook nog 1. Als je in dat kettingje steekt, zorg wel dat je ook altijd 2 draadjes op je haaknaald hebt voor de stevigheid. Dus dat is 14. Nou, dan gaan we weer 2 losse doen. En weer na dat eerste kettingje van 3, weer onderdoor. Gewoon weer hetzelfde. 1, 2, 3. Volgende kettingje. 1, 2, 3. En onder de laatste. Dus de vorige toer hadden we nog 3. En nu houden we 2 kettingjes van 3 over. 2 lossen. Nou, we hadden hier 4, het worden er nou weer 6. Dus op dit kettingje deze eerste steek en van dit kettingje de laatste steek. En dan krijg je er weer 6 stokjes tussen. Dus 1, 4 boven de 4 stokjes. 2, 3. 4, 5 en dan weer de eerste steek, het eerste steekje van het kettingje van 2, daar steek je in. En daar doe je ook een stokje. Dan heb je 6 stokjes, die 2 lossen, weer naar het eerste kettingje, 2 boogjes haken, 1, 2, 3, vastzetten op het volgende en weer 3, tweede boogje. 2 lossen. Nou, dan hebben we hier dus ook weer die laatste steken. Omslaan. Eerst eentje op dat tweede steek van het kettingje. Dan boven elk stokje weer 1. Dat je weer 14 krijgt. Dus 12 stokjes nou nog. En dan nog 2 onder het kettingje door. Dan heb je er weer 14. Dus 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11 en dan de 12e nog boven dat laatste stokje en dan 2 weer onder dat kettingje door. Dus 12, 2 hier, 13 en dan heb je weer je 14 steken. 2 lossen en dan weer 14 aan die kant. Dus nu heb je nog 2 kettingjes en 6 ertussen. We waren net geëindigd met 14 stokjes. Ik heb nou de eerste aantal stokjes al even terug gedaan. Dus dit waren de 14. Nou haak je de 17. Hier komen 2 bij. En hier 1. Dus 3 erbij. Dus 17 stokjes. Die heb ik al even gehaakt. Dan weer 2 lossen.
onder het eerste kettingje door. Nou, houden we nu één kettingje over. Dus 1, 2, 3. Onder het tweede door. Twee lossen. Komen we weer bij het midden uit. Daar hebben we nu 6 stokjes. Daar gaan we nou 8 van maken. Dus kettingje van 2, die laatste. 1 stokje afhaken. De 6 stokjes die eronder zitten. Nou, dat is dan het zevende stokje, de laatste op het stokje eronder. En we moeten er 8 hebben, dus dan nog die eerste van het kettingje weer. Er zitten er nu weer 8 stokjes tussen. Dan weer 2 lossen. Onder het eerste kettingje door. Nu gaan we 1 kettingje haken. 1, 2, 3. En die aan het volgende kettingje snijden we nog eentje in het midden. 2 lossen. Omslaan. Kettingje van 2. Een tweede steek insteken. Daar weer een extra stokje. En dan nog de stokjes en 2 in de hoek. Dat worden er weer 14. Dus nu hou je hier nog eentje. Een kettingje over. De toer hiervoor zijn we geëindigd met 17 stokjes. En nu begin je weer met 20. Nou, dan zijn we hier weer bij dat ene losse kettingje. Na die 20ste stokje doe je 2 lossen. Dan ga je onder dat kettingje door. Het ene kettingje die we nog hebben, zet je vast met een vaste. Dan weer 2 lossen. En dan weer een stokje op die tweede steek van het kettingje. Dan hadden we hier die 8 stokjes. Hier gaan we alle 8 weer haken. Met deze erbij is 9. En hier nog eentje op. Dus er komen hier 10 stokjes tussen. Dus dat is 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan de 9e boven het laatste stokje. Ik zit even vast met mijn draad, zo. 9 en dan de 10e weer op de eerste steek van het kettingje van 2. Dus nu 10 stokjes ertussen. Dan 2 lossen. Dan weer een vaste onder dat ene kettingje door. 2 lossen, dan weer een stokje op die tweede steek van het kettingje. En dan haak je dus weer je 20 stokjes. We zijn met 20 begonnen en hier eindig je weer met 20. Dus dan heb je deze zo. 2 lossen. Vastzetten we een vaste en weer 2 lossen. Begin 20, de tussen 10 en hier weer 20. En de andere kant precies hetzelfde. Nou, die toer hieronder waren we hier geëindigd met 20 stokjes. Nou, begin van deze toer begin je met 23. En die 23ste, die laatste, die zit weer op die eerste
kettingje van 2 die we hier met een vast hebben vastgemaakt. Dus dat is je 23ste stokje. Nou, dan gaan we hierboven gaan we alleen 1 losse haken. 1 losse, dan weer omslaan. Dan heb je weer dat kettingje van 2. Die tweede steek haak je ook een stokje. En dan ben je hier tussen het patroon in. En we hadden hier 10 stokjes. Nou, met deze erbij is 11. En hier op het kettingje van 2 die eerste ook nog 1. Dus er komen nu 12 stokjes tussen. Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, draad eromheen. 10. Op het laatste stokje is de 11e. En dan op dat kettingje van 2, de eerste steek, nog een stokje. Nou, dan komen we hierboven uit. Dan doen we dus 1 losse. En dan dat andere kettingje van 2, die laatste voor het stokje, nog een omslaan. Daar nog een stokje. Nou, dan kom je weer bij je laatste stokjes uit. Tot aan het punt heb je weer 23 stokjes. Zo kom je dan uit. Als je deze laatste toer helemaal in het rond klaar hebt, dan hebben we het hele patroontje gehad. En dan begint hij nou dus weer opnieuw. En dan kan je het beste even weer met markeerdertjes even aangeven van waar je begint. Dus je begint straks weer met die dubbele stokjes, die 7 dubbele stokjes. Nou, dan gaan we eerst even weer uitmeten waar ze komen. Er komt eentje hier rechtboven. Hier heb je je 12 stokjes ertussen. Er komt hier rechtboven 1 en hier eentje. Dus we moeten vanaf hier 12 stokjes opzij tellen waar de volgende komt. Dus je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan doe je in de 12e steek, stokje bovenop, onder dat veetje door zet je je markeerde. Dus hier komt deze 7, hierboven, hierboven. En dan hebben we nog deze kant, dus waar je punt is. Tel je ook 12 stokjes opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In die 12e zet je ook een markeerde. En ook daar komen je 7 dubbele stokjes. Dus je krijgt nou straks 4 van deze hierboven. Nou, ik ga dat niet allemaal voordoen. Je kunt nu het filmpje terugspoelen en hier beginnen. Je moet wel even rekening houden dat je deze eerst even telt, want dit is een ander aantal als wat hier zit. Dus even deze stokjes die je overhoudt even tellen. Dit is dezelfde aantal stokjes als wat je natuurlijk weer aan deze kant hebt. Dat blijft hetzelfde, dus controleer dat elke keer even. Dat wat je hier over hebt ook hier aan het begin zit, want dat is altijd hetzelfde. Want dit zit precies in het midden. Dus nou krijg je straks 4 keer dit patroon erin. Nou, dus je begint hier gewoon met je stokjes, 2 stokjes overslaan, wat we hier ook hebben gedaan. En dan je 7 dubbele stokjes in de steek waar je markeerde zit. Hier doe je hem op die ene losse. Je kan ervoor kiezen om hem er gewoon onderdoor te doen. Ik heb ervoor gekozen om wel even in de steek in te steken. Dus je steekt dan in die ene losse. En daar maak je je 7 dubbele
stokjes op en ook op deze. Nou, dan krijg je dus dat je dan 4 van deze krijgt. Nou, ik ga dat niet allemaal voordoen. Dus vanaf hier 12 stokjes opzij en daar ook 12. Hier heb je al 12, dus er zit elke keer 12 moeten ertussen zitten. Dat hebben we hier ook gedaan. We hebben hier ook 12 tussen. En dan sla je dus aan deze kant 2 over en deze kant 2 over. En dan haak je hier 8 stokjes. Je slaat hier 2 over en hier. Dat ga je hier dus ook doen. Je slaat hier straks 2 over en hier 2. En dan krijg je hier 8 stokjes tussen. En dat krijg je dus straks ook hier tussen. Want hier komt nou eentje extra bij. Nou, zo kan je de doek helemaal doorhaken. Ik heb alleen in de doek kom je op een gegeven moment uit dat je niet 1, maar 2 er aan de zijkant bij krijgt. Want je meert het natuurlijk steeds meer. Even zien, dit zijn de eerste 2. Dus nu gaan jullie deze haken. Daar zitten de 4. Dan heb je hier, komt er ook eentje bij. En aan die kant 1, dan heb je 6. En dan hier, nadat je dus 6 hebt. Dus als je 6 op een rij hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan bij je punt komt. Na die toer, dus als je 6 hebt gehad. Dan hou je hier een heleboel stokjes over. Want die toer daarvoor wil het net niet om nog 1 te doen. Dan kom je hier op de rand uit. En ik vond het niet mooi om een halve te doen. Ik heb ervoor gekozen om dit gewoon helemaal dicht te haken. Je had hier een halve gekund, maar dat vond ik niet mooi. Dus ik heb 6 gedaan. En daarna heb ik hier 2 aan deze kant erbij gedaan. En de andere kant ook 2. Dus dan heb je 10. En dan krijg je nog 1 toer met 1 erbij. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus de laatste toer zitten 12 van deze figuurtjes in. Ga ik nou voordoen hoe je deze eraan haakt. Dus dit herhaalt zich gewoon elke toer. Dus deze hebben we nou klaar. Ik heb nou uitgezet dat je er dus 4 krijgt. En dan ga je nou dus deze 4 haken. Nou, ga ik nu beginnen met deze toer. Met deze en dan deze mooie sierrand eraan. Ga ik nu de afwerkrand laten zien. Dus als je 12 van deze figuurtjes erin hebt, dan ga je beginnen met de afwerkrand. En dan eindig je bij deze rand. Dus net dat je het figuurtje er helemaal in hebt, tot aan hier. Dus dat je hier 12 elke keer tussen hebt. Nou, als we met de afwerkrand beginnen, gaan we eerst helemaal een rand met stokjes haken. Dat ga ik niet helemaal voordoen. Onder deze losse gaan we ook een stokje haken. Dus je gaat een hele rand met stokjes haken. Onder deze ene losse door haak je ook een stokje. Dus helemaal een rand met stokjes. En elke keer, dus bij 12 aan de ene kant en 12 aan de andere kant, ga je hier één stokje onderdoor en een stokje boven haken. Dan heb je je hele toer met stokjes, met dus die ene hieronder die ene losse door. Nou, we gaan verder met de volgende toer. En dan beginnen we weer met het kettingje van 3. 1, 2, 3. Maar nu gaan we elke keer een stokje en 1 losse haken. Dus we hebben nu een kettingje van 3. En dan moeten we 1 losse. Dus dat wordt 4. Dat wordt het losse voor de tussen. Ga je omslaan. Nou, we doen normaal 3. Het kettingje en nog 2. In die eerste, bovenop het eerste stokje. Maar we hebben nu het kettingje van 3. Die ene losse telt ook voor 1. Dus we doen nu nog 1 stokje daarboven. Dus we hebben nu niet 3 stokjes, maar 2 met 1 losse ertussen. Dan weer 1 losse. Omslaan. 1 stokje overslaan naar de volgende.
1 lossen, omslaan, 1 stokje overslaan. Volgende. Dus je doet hier elke keer 1 lossen en dan sla je hier beneden 1 stokje over, ga je naar de volgende. 1 lossen, omslaan, volgende stokje overslaan, bovenop het volgende stokje. 1 lossen, omslaan, 1 overslaan, naar de volgende. 1 lossen, eentje overslaan, volgende. Nou, zo ga je deze hele toer bij langs. Dus hier op het begin moet je even denken. Kettingje van 3, plus nog 1 extra lossen voor de tussen en een stokje. 1 lossen, 1 overslaan, stokje. Zo ga je de hele toer in. Bij de punt zal ik nog even laten zien. Stokje, lossen, stokje. Heb je hier 1 overslagen, dan kom je zo uit. Dit is het ene laatste stokje. Heb je 1 lossen boven dit laatste stokje. En dan doe je gewoon 2 onder het kettingje door. 1, 2, 2 lossen. 2 stokjes voor de andere kant. Dan 1 lossen. En dan hebben we hier dus net het laatste stokje overgeslagen. Hier sla je het eerste stokje over. Sla die over en je gaat naar de tweede. En lossen. Nou, dan elke keer weer 1 overslaan. En lossen. 1 overslaan. En dan ga je weer door. Dus in de punt hou je gewoon je 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. Nou, aan het eind bij de punt kom je weer net zo uit als bij het begin. Heb je dus op die eerste steek, hier de laatste, doe je dus 2 stokjes met 1 losse ertussen. Dus ik heb nu mijn laatste stokje, lossen, en dan kom ik op de laatste uit. Dus dat is het kettingje van 3. Daar steek je in. Normaal doen we daar 3 stokjes, maar nu doen we 1 stokje. 1 lossen en nog een stokje. Die 1 lossen telt ook als 1 steek. Dus wat je nou hier hebt, heb je ook aan deze kant. Nou, de volgende toer is weer een hele toer met stokjes. En die haken we ook om die lossen heen die ertussen zit. Dus je begint met 1, 2, 3, omslaan, gewoon op dat eerste stokje, nog weer 2 erbij, dat je weer 3 hebt. De meerdering die blijft elke keer hetzelfde, alleen in die vorige toer was het dus met die losse ertussen. Dus je hebt nu hier dat stokje, normaal heb je hier nog 1, maar je hebt nu hier die ene losse. Dus je gaat omslaan onder die ene losse door, doe je een stokje en dan bovenop het stokje. Onder het veetje door. Een stokje. Dan onder die ene losse door. Dan weer op het stokje. Zo ga je helemaal weer terug in het rond. En je doet dus elke keer een stokje op het stokje die we er gehaakt hebben. En om die ene losse door. Je steekt bovenin het stokje en je slaat om en je gaat onder het kettingje door. Zodat je weer een hele rand met stokjes krijgt. Nou, bij de punt doe je ook onder dit laatste die ene losse door eentje. Bovenop de stokjes gewoon elk 1. Dus 2 stokjes hier en dan nog 2 onder het kettingje door met 2 lossen en weer 2. 2 op de stokjes en hieronder door op het stokje en eronder door. Nou, zoals we hier nou begonnen zijn, zo eindigen we dan ook hier weer. Aan het eind van de toer kom je dus uit bij dat kettingje. Dat is dat kettingje van 4 steken
1, 2, 3, 4. Die eerste drie, die zijn dus voor het stokje. En die andere was nog voor die ene losse ertussen. Dus hier aan het eind moet je er even goed om denken dat je om dat kettingje heen nog een stokje haakt. Dan omslaat. En dan even naar je kettingje kijkt. Dan heb je 1, 2, 3. En dan in die derde steek, daar nog een stokje haakt. Anders kom je aantal steken niet uit. En dat heb je ook aan de andere kant. Dus je hebt aan allebei de kanten hetzelfde uitkomt. Nou, gaan we nu beginnen met de sierrand. Gaan we beginnen met een ketting van 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we naar het tweede stokje. En daar zetten we hem vast met een vaste. Dan 3 lossen. 2 overslaan naar de derde. En daar zet je hem vast weer met een vaste. Weer 3 lossen. 2 overslaan. 1, 2 naar de derde. En hem daar weer vastzetten. 3 lossen, 2 stokjes overslaan naar de derde en hem daarin vastzetten met een vaste. Nou, zo ga je de hele rand doen. Dus elke keer een kettingje van 3 en daaronder 2 lossen overslaan in de derde steek vastzetten. Kettingje van 3, 2 overslaan in de derde vastzetten. Bij de punt heb je hier je laatste kettingje van 3. Dan hou je hier, heb je hem vastgezet, weer op de derde, hou je hier 2 over, je laatste 2. Doe je een kettingje van 3. Zet je vast onder die 2 lossen door. Weer een kettingje van 3. Doe je ook onder dat kettingje van 2 door. 1, 2, 3. En dan weer die eerste 2 overslaan, die je hier ook hebt overgeslagen. Dan weer naar de derde. En daar zet je je kettingje weer vast. Dus je krijgt ook in de hoek bovenaan een kettingje van 3. Als je aan het eind bent, dan kom je net zo uit als bij het begin. Alleen hier zijn we dus begonnen met een kettingje van 5. Dus we doen hier nu 2 lossen. We slaan het ene stokje over. Dat hebben we hier ook gedaan, die ene. Dan gaan we omslaan en dan gaan we een stokje haken in het kettingje van 3 en dan in die derde steek. Dan haken we een stokje. Nou, dit stokje, een stokje telt meestal voor 3 en die 2, dan heb je ook 5. Nou, dan draaien we ons werk weer om en dan gaan we weer verder met de volgende toer. Beginnen we weer met 5 lossen. Vier, vijf. En die zetten we gelijk vast op dit eerste kettingje. Dus gelijk onder dat eerste kettingje door. En daar zetten we weer vast met een vaste. 3 lossen. Onder het volgende kettingje door. Weer 3 lossen. Volgende. Drie lossen. En onder de volgende door. En dan heb je 1, 2, 3 en die eerste 4 boogjes. Dus deze telt mee. Dus eerste, tweede, derde, vierde. Dan gaan we omslaan. En dan gaan we onder het volgende kettingje door. En dan gaan we 7 stokjes haken onder dat kettingje door. Gewone stokjes.
1, 2, 3, 4, 5, 6 en de laatste. 7. Dus dit is dat kettingje. Dat is je eerste stokje. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan zet je hem weer vast aan het kettingje ernaast. Dus 4 kettingjes, 7 stokjes onder dat kettingje door. En die zet je weer vast met een vaste aan het volgende kettingje. Gaan we nu weer 3 boogjes haken. 1, 2, 3 lossen. Onder het volgende kettingje door vastzetten. 3 lossen. Weer onder de volgende door. En weer 3 lossen. Nou, dan hebben we 3 boogjes gehaakt. Zo. 1, 2, 3. En dan gaan we weer 7 stokjes haken. Dus omslaan. Het volgende boogje. Daaronder door. Weer 7 stokjes. Dus gewoon onder het boogje door. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nog eentje, 7. Zet je weer vast aan het volgende boogje. Weer 3 lossen en dan ga je weer 3 boogjes haken. Nou, dit herhaalt zich nou. Dus 3 boogjes ertussen en dan de waaier en dan weer 3 boogjes ertussen. Als je bij de punt bent en je hebt je laatste 7 aan het volgende kettingje vastgezet, dan doe je nog 3 lossen. 1, 2, 3. Die zet je aan de volgende vast. Normaal hadden we er dus 3 kettingjes tussen. Nou komt hier maar eentje tussen. En dan kom je bij dat kettingje die in de punt zit. Daar gaan we 7 stokjes omheen haken. Dus 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Die zet je vast weer aan het volgende kettingje. Nou, hier hebben we dus 1 kettingje van 3 ertussen. 1, 2, 3. Aan de volgende vast. En dan hebben we weer die 7. Dus hier doen we ook weer die 7, 3, 4, 5, 6, 7. Die zet je vast aan het volgende kettingje en dan weer 3 lossen. Die weer aan het volgende kettingje. En nou gewoon weer 3 keer. 3 keer een kettingje. En dan weer die 7. Dus in de punt krijg je zo 3 naast elkaar. Met 1 kettingje ertussen. Nou, je eindigt weer met 2 lossen en een stokje in de derde steek. Nou, beginnen we weer met 5 lossen. 2, 3, 4, 5.
onder het kettingje door. Drie lossen. Onder het volgende kettingje door. Drie lossen. De volgende door. En nog één keer drie lossen. Nou, dan komen we weer uit bij die 7. We zijn nou dus met deze boogjes bezig. En we zijn nou bij deze tweede toer. Ik heb net even geteld. Even voor wat even misschien wat makkelijker is. Als je dus hier kijkt. Hier is de punt. Dan heb ik even geteld. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 van deze boogjes eraan zitten. Dus eigenlijk voordat je met deze 7 begint onder die boogjes door, kan je ook het beste misschien vanaf hier even, als je de boogjes allemaal hebt gehaakt, even een markeren in het midden zetten. En dan even de aantal boogjes overslaan van waar je moet beginnen met de 7, als je dat makkelijker vindt. En dan moet je uitkomen op 14 boogjes ernaast. 14 van deze rondingjes. Nou, dan gaan we verder. Dan doen we 1 losse. Omslaan. Gaan we naar de eerste stokje. Dit is dat kettingje waar je met die vaste vast zit. Dus je moet echt naar het eerste stokje toe. Dat is deze. En naar die steek, dat veetje, daar gaan we onderdoor. En dan gaan we een stokje haken. 1 losse. En weer een stokje op de volgende. 1 losse. Nou, zo weer alle 7 stokjes. Elke keer 1 losse ertussen. En je steekt in bovenop het stokje. 1 losse. Een losse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dit mijn laatste. Nog een stokje. 1 losse. En dan zetten we hem weer vast aan het kettingje. Doen we weer 3 losse. Vastzetten aan het volgende kettingje. 3 losse. Volgende kettingje. Nou, we hadden net hieronder hadden we 3 boogjes ertussen. Nu komen we uit met 2 boogjes. Doe je 1 losse en dan ga je weer op je stokjes een stokje haken met 1 losse ertussen. Nou, zo ga je de hele zijkant weer langs. Totdat we in het punt zijn, dan laat ik de punt nog even zien. Bij de punt heb je maar 1 kettingje ertussen. Dus hier heb je je laatste 7. Dan doe je 1 losse. Zet je hem vast aan het kettingje. Doe je weer een losse. En dan ga je gewoon verder met de 7 die in de punt zit. Stokje, losse, stokje, hier een losse, stokje. Als je ze alle 7 hebt gehad, laatste, dan weer 1 losse. Nou, dan kom je bij dat ene kettingje. Zet je hem vast met een vaste. 1 losse
En dan weer naar je 7 stokjes met de lossen ertussen. Zoals de punt. Ik ben hier aan het eind. Nou, we moeten dus net zoals de andere kant. Daar zijn we begonnen met 1, 2, 3, 4 boogjes. Dus we moeten hier ook eindigen met weer 4. Dus ik heb er nou 1, 2, 3 eronder door. En dan nog die 1, 2 omslaan. En dan dat stokje. Dit is dat kettingtje van 5. 1, 2, 3. De derde steek, nog dat stokje. En dan heb je hier weer 1, 2, 3, 4. Gaan we nu beginnen aan de ene laatste toer. Dan beginnen we weer met die 4 kettingjes. Dit zijn er elke keer 4. Dus we beginnen weer met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Om het eerste kettingje heen, vaste, 1, 2, 3, volgende kettingje, 3, volgende, weer 3, dat is de laatste, en dan komen we bij die 7 stokjes uit. Dan hebben we de vorige toer, hebben we elke keer een stokje, 1 losse gedaan. Nu doen we er elke keer 2 losse tussen. Dus we beginnen hier ook met 2 losse. Omslaan op het eerste stokje. Een stokje. 2 losse. Volgende stokje. 2 losse ertussen. Hier een stokje. Oh, ik heb niet goed ingestoken. Nou. Ja. Stokje. 2 lossen. Volgende stokje. Zo alle 7 stokjes weer bij langs. Met 2 lossen ertussen in plaats van 1. Twee lossen, weer een stokje, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, twee lossen, en dan hebben we hier dat, die 2 boogjes, dan zet je hem weer op vast, 3 lossen, dan 1 boogje, 2 lossen en dan weer naar het eerste stokje. 2 lossen ertussen en weer een stokje. Nou, zo ga je de hele zijkant bij langs. Dus je krijgt hier elke keer 2 ertussen, ook de voor en de na. En dan alleen hier in het midden nog 1 kettingje van 3. Bij de punt heb je hier ook 2 lassen, stokje, 2 lassen, helemaal in het rond tot je 7e stokje. Dan heb je hier die vaste waar je mee vast hebt gehaakt aan die ene kettingje. Nou, die hebben we hier nou niet meer. Nu ga je gewoon door. Je doet nou gewoon 2 lassen, omslaan en dan ga je hier naar het eerste stokje van die 7 in de punt. Dus na het laatste stokje doe je gewoon 2 lossen en ga je door naar het eerste stokje van die in de punt zit. 2 lossen. Dus je haakt ze hier in wezen allemaal achter elkaar door met stokje en 2 lossen ertussen. 2 lossen. Volgende stokje. 2 lossen,
volgende stokje. Zo ga je ook deze 7 stokjes doen. En dan kom je zo weer bij die volgende 7 stokjes uit. En daar ga je ook gewoon door. Twee losse stokje. Twee losse. Hier ben je dan weer bij je laatste stokje. Dan heb je die vaste, dus hier doe je ook gewoon 2 losse. Omslaan en dan weer hier naar het eerste stokje. En dan doe je ook deze 7 stokjes. Oh. Ga je gewoon door. 2 losse. Volgende stokje. 2 losse. En volgende. Nou, de zijkant die doe je gewoon hoe ik net aan de andere kant heb volgen. En dat blijft gewoon hetzelfde. Dus hier haak je in wezen 7 stokjes, 2 lossen. Weer 7 stokjes, 2 lossen, weer 7. Dus in wezen doe je hier 21 stokjes met 2 lossen ertussen. Gaan we met de laatste toer beginnen. Dan beginnen we hier weer met de boogjes die vooraan zitten. Ik heb hier even een nieuwe draad aangezet, maar mijn draad was op. Nou, je begint met 1, 2 lossen. We doen elke keer 5. Dan doen we nog eentje 3. En dan houden we onze vingers even op die derde steek. Want nu gaan we nog 3 doen en daar gaan we een picootje van maken. Dus 1, 2, 3. En dan ga je terugtellen. 1, 2, 3. Nou, waar we die duim op hebben gehouden, dat was de... Daar begon hier die eerste van die 3. Dan tel in die derde steek je in, haal je hem door. En ook gelijk door die op je naald zit. Dan nog 2 lossen. En dan onder dat eerste kettingje door. Daar zetten we hem vast. Nou, dat gaan we nu... bij elk boogje doen. Dus elk boogje bestaat elke keer uit 3 kettingje van 3, maar we doen nou 1 losse en dan 1, 2, 3 en dan in de eerste steek van die 3 gaan we weer een picootje haken. Dus daardoorheen, daardoorheen, 1 losse en dan weer vastzetten onder het volgende kettingje. En dan krijg je picootjes erop. Dus je doet 1 losse. Daar hou je je vinger even op. En dan doe je 1, 2, 3. En dan ga je terugtellen. 1, 2, 3. En dan in de eerste steek van die 3. Daar steek je in. Haal je je draad op. En die doe je ook gelijk door de steek op je naald. Dan 1 losse. En dan ga je naar het volgende kettingje. Nog een keer. 1 losse. 1, 2, 3. Terug naar de eerste steek van die 3. Draad erdoor. En ook door die op je naald. 1 losse. En naar het volgende kettingje. Dan weer 1 losse. 1, 2, 3. Nog een keer een picootje haken. En 1 losse. Maar nu hebben we niet meer een kettingje. Na dit laatste kettingje ga je dit ook doen. En dan komen we uit bij de stokjes. En in plaats van nu op de stokjes te haken. Oh, camera staan blijven. Gaan we onder dat kettingje van 2 haken. Daar gaan we het stokje haken. Dus je gaat omslaan. En je steekt gewoon door de opening. Onder dat kettingje van 2. Hier heb je net die laatste in vastgehaakt. Dat was het kettingje. En dan heb je hier die 2 lossen. Dat zijn die 2 lossen voor het eerste stokje. Dus dit is dat kettingje. Hier zit die vast op vast.
Dan heb je die twee lassen. En hier begint je eerste stokje van die serie van 7. En onder die twee, dus dat is de eerste, voor die stokjes, daar ga je een stokje haken. Doe je weer één losse. Doe weer 1, 2, 3. Terug naar de eerste steek. En dan door alle twee. Eén losse. Omslaan. En dan een stokje onder de volgende kettingje van 2 door. Dus niet meer op het stokje insteken, maar onder het kettingje door. 1 losse, 1, 2, 3, picootje maken. 1 losse en een stokje weer onder het volgende kettingje van 2 door. Een losse, 1, 2, 3, picootje maken, 1 losse, omslaan, onder het volgende kettingje van 2, een stokje haken. Nou, zo ga je al die stokjes weer langs, maar dan tussen de stokjes inhaken. Dus je krijgt nou ook een stokje meer. Omslaan onder het kettingje van 2 door. Een losse. 1, 2, 3. Die eerste steek van die 3. Picootje haken. Een losse. Omslaan. En naar het volgende kettingje van 2. Een losse, dan 1, 2, 3, 3 terugtellen in de derde steek, picootje haken, 1 losse en dan weer onder het volgende kettingje van 2 door. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gehaakt, maar ik zei al, we krijgen nu eentje meer. Ik heb er nou 7. En dit is mijn laatste stokje. Dus ik heb nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes gehaakt. Maar nou hebben we hier nog dat kettingje van 2 voordat hij naar dat boogje ging. Daar gaan we ook nog een stokje op haken. Of onderdoor. Dus 1 losse. 1, 2, 3. Picootje haken. 1 losse, omslaan onder dat kettingje van 2 door. En dan komen we bij dat laatste boogje uit die er nog tussen zit. Daar gaan we hem op vastzetten met een vaste. Dus je hebt hier nog dat ene boogje van 3. Daar zetten we hem op vast. Dan ga je weer omslaan. Dan ga je gelijk weer. Hier heb je hem vastgezet op het boogje daaronder. Dus hier heb je die eerste 2 voor dat eerste stokje. Dus het kettingje van 2. Daar ga je weer onderdoor. En dan weer 1 losse. 1, 2, 3. Picootje haken. 1 losse. En een stokje onder het volgende kettingje van 2. Nou, zo ga je hem helemaal aan de zijkant bij langs. Dus het enige wat nu anders is, is dat je hier het stokje, het laatste stokje, en hem dan vastzet aan het kettingje en dan gelijk het volgende stokje hebt. Zodat hij mooi zo in een boog gaat. En de picootjes lopen hier. En de punt helemaal door. Nou, zo ga je de hele zijkant bij langs. Dus elke keer het stokje onder het kettingje van 2 door. Tot aan deze laatste, hier al. Dus dan heb je 8 stokjes. En dan zet je het stokje vast op het laatst aan het kettingje. En dan begin je weer met de volgende. Nou, in de punt is het nu niet zo moeilijk. Maar daar ga je gewoon onder elk kettingje door
haak je een stokje helemaal in het rond met picootjes ertussen. Nou, dat kan ik hier makkelijk laten zien bij de doek. Dan kan je zien dat het hier helemaal doorloopt. Een beetje uitzoomen. Dit is een hele rand. Oh, met al die stokjes. Met picootjes ertussen. Dus gewoon onder elke kettingje van twee haak je een stokje. Totdat je weer bij die ene kettingje bent. En daar zet je hem op vast. Nou, als je die hele rand helemaal klaar hebt, dan heb je de omslagdoek helemaal klaar. Nou, met dit verloopgaren ziet het er natuurlijk heel anders en mooi uit dan in het effen. Maar ook in het effen is die mooi. Dus ik hoop dat jullie er ook wat moois van maken. Dus veel haarplezier ermee.